De Stichting Suriname Centrale Ambulance Dienst, SURCAT, heeft haar nieuw hoofdkantoor in gebruik genomen. Dit gebeurde op maandag 15 februari 2021 middels een virtuele handeling waarbij het lint werd doorgeknipt en de naamplaat onthuld door directeur-eigenaar Roel Brug. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid was aanwezig als afgevaardigde van president Chandrika Prasad Santokhi. CDS doet verslag van deze virtuele ingebruikname. Mag ik u alvast namens de regering, met name de president, feliciteren met dit initiatief? Waarschijnlijk als ik geen minister was, waren meneer Brug en ik vandaag ook partners. Omdat de samenwerking tussen meneer Brug en dokter Ramadine toen reeds gestabiliseerd was. En we hebben in meerdere settings met elkaar samengewerkt. En ik moet zeggen, ik heb altijd genoten van de professionele relatie die wij hebben gehad, meneer Brug. Maar goed, het gaat verder. Laat mij zeggen, vanuit volksgezondheid en vanuit de regering stimuleren wij alle initiatieven vanuit particuliere setting om de kwaliteit van het leven van de mens te verbeteren. En public-private initiatieven zoals deze, dat is past helemaal in het plaatje van de regering. We hebben gehoord van meneer Brug dat er inderdaad geen geregistreerde ambulance dienst, maar er is ook geen beleid. Ik kom als minister aan en ik constateer inderdaad niet genoeg initiatieven om de ambulance dienst te structureren, protocolair of beleidsmatig. En mijn gedachte en de gedachte van de regering is om sowieso de ambulance dienst te decentraliseren. Het moet zo zijn dat je in elk gebied in Suriname, toegankelijk voor de mens, verzekerd moet zijn van adequaat, professioneel, medisch transport. Maar los van het transport, ook de stabilisatie, de medische stabilisatie voor transport, gedegen transport naar een ziekeninstelling of een hospitaal. Historisch moment, vandaag 15 februari 2021. Historisch, waarom? Omdat uit onderzoek gebleken is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de diverse registraties dat er nog geen ambulancedienst in Suriname gevestigd is. In het handelsregister gekeken, in het naamloze vennootschapregister gekeken, in het stichtingsregister gekeken en blijkt dat er geen ambulancedienst op zichzelf is opgenomen. Let wel, er zijn wel diensten opgenomen, maar zijn ondergebracht onder de andere noeming van een poli of zo. Maar expliciet als te zijn een ambulancedienst, mag SURCAT, Suriname Centrale Ambulancedienst, het eerste zijn in Suriname.
alternatief plaatsgevonden is de officiële opening en in gebruikname van het hoofdkantoor van de Suriname Centrale Ambulance Dienst aan de Peruda de weg 162. Surkat is 23 februari 2015 gestart met een lancering in het Marriott Hotel. En vanaf toen bieden wij ambulance diensten aan de gemeenschap van Suriname. Door de tijd heen hebben wij mogen zien wat er wat kinderziektes waren. En zijn we ook gaan groeien en kijken hoe we dit allemaal kunnen aanpakken. We hebben tot en met gisteren, ja tot en met vrijdag, dan informatie verzameld als er werkelijk nog geen ambulance dienst is in Suriname. En net wat ik heb aangegeven, tot zover is er geen geregistreerde ambulance dienst in Suriname. Het zij als naamloos vennootschap, het zij als stichting, het zij als eenmanszaak of als bedrijf. Wij zijn dus dan de eerste die dan als ambulance dienst opereren. Let wel, er zijn wel ambulance diensten, maar die zijn dan opgenoemd of ondergebracht onder een ander noemer. Dus bijvoorbeeld een gezondheidscentra en die gezondheidscentra biedt een ambulance diensten aan. Maar zelfstandig, werkende met één doel, en dat is ambulance diensten aanbieden, ze is Surkat de enigste. En wat bieden jullie precies aan? Wij bieden ambulance diensten, ambulance zorg in de ruimtes en des woords. Denk je maar aan transport over land, transport over water. Lucht doen wij niet zelfstandig, dat doen we met andere partners uit het Caribisch gebied. Onze samenwerking in het Caribisch gebied is groot, omdat we werken met diverse airambulances gevestigd in de regio. Is de ambulance dienst wel betaalbaar voor een ieder? Wij proberen de ambulance kosten, dus de exploitatiekosten voor een voertuig, zo gering mogelijk te houden. Surkat Ambulance Dienst heeft niet alleen de reguliere ambulance transporten. We hebben ook andere diensten die we aanbieden, zoals medische diensten voor speciale projecten, zorgvervoer op abonnementenbasis, verder nog medisch logistieke diensten, te weten voor de olieindustrie. Let wel, misschien moet iemand keuren, hebben ze wat medicijnen nodig, dan moeten ze begeleid worden. Dat doet Surkat ook. Dus de inkomsten die wij genereren uit alle units van ons, worden dan samen geplaatst in een grote pot. En dan zo kunnen wij de stichting dan in stand houden.